In 2040 moeten er in Nederland 40.000 bruggen vervangen worden. Dat is niet alleen een enorme investering, het dreigt ook onvoldoende ontwerp- en bouwcapaciteit te zijn. In Nederland gaan de komende jaren zo'n 40.000 bruggen vervangen worden. Als we dat op de oude traditionele manier doen met ontwerpen en aanbesteden en materiaalgebruik, dan gaat dat heel veel geld kosten. En wij gaan nu in het kader van de Floriade met een aantal experts, bouwers, materiaaldeskundigen, innovatiedeskundigen, bruggen ontwerpen. Die voor de lange termijn ook duurzaam zijn, circulair qua materiaalgebruik. En dat doen we een beetje in competitie. Uiteindelijk moeten we gewoon een werkende brug hebben. En het meest innovatieve ontwerp, dat maakt ook de meeste kans om uiteindelijk het daadwerkelijke ontwerp te worden wat we gaan realiseren. Gemeente Almere en provincie Flevoland kozen voor een nieuwe manier van aanbesteden. Wat ging er dan anders? In de eerste plaats werden 3 aannemers geselecteerd en aangevuld met externe, voor de aannemers onbekende experts. Dit was voor iedereen even wennen. Met zo'n co-makership waar wij heel de partijen uit laten meedenken, bepaal je niet zelf het tempo van hoe je tot een ontwerp, tot een concept komt. Dus je ziet dat je best wel moet loslaten en geduld moet hebben. Soms heeft het gewoon een beetje tijd nodig om aan elkaar te wennen. En dat bleek ook nu. En nu er is een hele goede sfeer. Nu denken mensen met elkaar mee. Ten tweede gingen de teams in design sprints aan de slag om te werken aan de ontwikkelplannen voor de bruggen aan de hand van de 4 gunningscriteria. De inzichten uit de hackathon, de LCA, de circulariteit van materialen, de toegevoegde waarde van de brug aan de Floriade en de manier van kennisoverdracht. Wat is nu de impact hiervan? Het belangrijkste waar ik op deze sessie op voor wil beduren is dat we met de innovatiekaartjes die we zojuist hebben behandeld een stapje verder kunnen komen in het creatief proces. Voor mij was de meerwaarde van dit traject juist om al die verschillende experts aan tafel te hebben, krijg je een veel bredere discussie over allerlei oplossingen. Het creatieve proces wat we nu doorlopen probeer ik ook deels te kopiëren in onze eigen organisatie. Omdat we daar ook nogal heel beta georiënteerd zijn. En het kan helpen om net vanuit een andere hoek toch ook weer eens de zaak te bekijken. Naarmate de tijd vordert komen de voordelen van deze nieuwe manier van werken bovendrijven. In het begin was ik best wel sceptisch over alles wat op me afkwam. Die tijd is geweest. Dus we zijn nu echt concreet aan het bouwen. En dat spreekt mij aan. Dus het hele proces aan zich is bijzonder, maar zeer inspirerend. En ik heb zo'n indruk dat het als proces echt uniek is in misschien wel dus in Nederland en wellicht ook breder. En het mooie is wel, denk ik, dat ook het aanbestedingsteam wat hier zit ook wel zich zo kwetsbaar en open opstelt. Als wij dan vanuit de marktpartijen aangeven, dit past niet qua planning, dan wordt hij ook aangepast. Een onafhankelijke jury kiest welke ontwerpen verder uitgewerkt en gerealiseerd worden. De opgedane kennis wordt vastgelegd en gedeeld om bruggenbouwers te inspireren en te laten ervaren dat het anders kan. Het zou hartstikke leuk zijn als dit proces ook ingezet wordt om te komen tot nieuwe reparatietechnieken, andere manieren van inspecteren en van monitoren van deze bruggen. En niet enkel eigenlijk kijken naar vervangen en nieuwbouw.